KV Kortrijk organiseert leren lopen met KV Kortrijk van 0 tot 5 kilometer. En we zijn nu vandaag in Rollegem in de zevende week bezig. KV Kortrijk organiseert een sessies leren lopen in samenwerking met KV Kortrijk, VZW Sport Plus en United Brands. En de bedoeling is dat we 100 mensen leren lopen, 5 kilometer leren lopen in 10 weken. Goed uitblazen. Dat we klaar zijn om te beginnen. Ja. Succes dames. Dank u. Niet voor het starten. Het loopt enorm goed. We hebben een groep die vrij aan elkaar gehecht is en redelijk goed in het geheel blijft. Het zijn veel groepen die uit elkaar vallen, maar onze groep komt er veel vaak terug. En onze groep zijn er nog niet veel blessures voor gevallen ook, dus het loopt vrij vlot momenteel. Ik dacht nooit dat ik zo ver ging geraken, dus nu ben ik heel blij dat ik al zo ver ben. En voor jou? Ja, ik ook. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver ging geraken. Het is leuk, het is lastig. Ik heb het lastig, maar ik blijf het volhouden en het is echt, valt mee. Ik heb wel de indruk dat de mensen tevreden zijn. We doen ook ons best vanuit KV Kortrijk om hen te motiveren om elke week minimum één keer in de sessies langs te komen en dan ook een geschenkje aan te bieden. Dat kan van alles zijn. Een loopshirt, een drankflesje, een zakje met een goodiebag, een kalender, noem maar op. Pinkstermaandag is er sowieso elk jaar Kortrijk loopt, een loopwedstrijd. En net zoals vorig jaar gaan we terug een charity run organiseren op de dag zelf. Ten voordele van AMON. Dat is eigenlijk een instelling die zich bekommert over kinderen tussen 0 en 21 jaar die opgroeien in een problematische gezinssituatie. En de bedoeling is dat we de mensen gaan uitdagen om op 12 mei de 5 kilometer van het Gulden Sporenstadion te lopen. Met minimum 100 deelnemers.